Voor zijn tweede wereldtitel. Ja! Ja! Oh my god! Oh my god! En hij is oh een my god! Oh my god! Amazing. You done? That's really amazing, really. World is champion again. Oh my god. That's what I'm doing. En ik denk dat zijn inspiratie mevrouw hier altijd trapt, want zij doet oh my god, Junior, Peter Rai. En een zware ontgoocheling voor Blue Boy. En een zware opluchting voor Marco van Gerwen en James Wade. Ja, ja, want het heeft inderdaad de consequentie dat Marco van Gerwen, die dan zo ongelukkig is moeten uitvallen, dat hij nummer 3 blijft op de ranking en dat James Wade zijn vierde plek in zijn Premier League. En Peter Wright komt op 15.000 pond. Ja. Hij komt echt in de nek blazen van Cameron Price. Hij is nog nooit nummer 1 in de wereld geweest, hè? Peter Wright. Maar chapeau voor Can I have your dark wheel? Ja, en ook chapeau voor Michael Smith. Ja, absoluut. Absoluut. Oh. Ja, het is zuur, er moet iemand verliezen. En ik heb het niet geloven, Michael Smith. Zal toch wel ontgoocheld zijn. Dit is nog eens de winnende eerste dubbel 16. Ja, ja. En even. Ja, en dan zag het er even zuur uit met die domme worp. Ik kan het niet genoeg benadrukken op die 170. Ja, ja, je gaat het moeten bellen toch direct om het uit te leggen. Het zal hem worst wezen. Ja, zeker vast. De winnaar heeft gelijk. Ja, dus, absoluut. Dat was niet het geval met Johnny Clayton die iets gelijkaardigs deed. Maar een verdiende wereldkampioen. Ja, zeker en vast. Daar kunnen we niet omheen. Ja, als het Smith had geweest, had het ook een verdiende wereldkampioen geweest. Ja, nog eens herhalen. 10 finales gespeeld, 8 ervan gewonnen. Of dat nu op de vloer is, of het WK, of een andere major. Het is fenomenaal. Ja, ja. What an incredible final. Ja, een ongelofelijke finale. John McDonald, dat is zeker waar. We gaan dit nog meepikken, de uitreiking. We willen die profeet nog zien. En hij, die 200.000 pond, dat is een hoofd. Ja, een kwart miljoen is het ongeveer, iets minder. Maar ja, mentaal dood, hè? Ja, en kijk, dan krijgt hij daar zo'n miniatuurtrofee. Mentaal ben je niet kapot, hè? Als je wint, dan blijft die een aline door je lijf pompen. Ja, maar als je verliest, ben je gewoon... Ja. Ook tranen bij hem, hoor. We zagen het ook bij Dimitri, hè? Met de verloren matchplay. Ja. Is, Ik kan niet geloven. Twee keer. Ja, ze willen het allemaal wereldkampioen worden, maar twee keer meervoudig wereldkampioen is net iets hoger. Ja, hij gaat geen interview kunnen geven, denk ik. Nee. Kijk eens. Al weegt die 100 kilo, dan nog. Daar heeft hiervoor doen ze het. Daar heeft hij natuurlijk 3 weken zich opgestoten in een B&B'tje. Dat mag je ook niet vergeten. Ja, ja. Dat vergeten heel veel mensen. Ja, ja. En, hij heeft zich gewoon afgezonderd van de wereld, 3 weken aan een stuk. In 1995, moet je beelden maar eens opzoeken, toen speelde hij zijn eerste finale, verloor hij van Richie Burnett. En hij stopte niet met dart. Had er geen zin meer in, ging zwerven. En het heeft lang geduurd voor hij het terug heeft opgepikt. En hij is nu 51 en hij is tweevoudig wereldkampioen. En hij heeft het verdiend. Hij heeft ons vermaakt, hij heeft ons bij een moment...